Fietsen en picknicken op de autoweg. Het komt tijdens de autoloze zondag die in de jaren 70 werd ingevoerd vanwege de oliecrisis. Het kabinet overweegt om deze autovrije dag weer terug te laten keren. Dit keer als maatregel tegen de stikstofcrisis. De gemeente Amstelveen wil meedoen. Ik vind het een heel goed idee, want alles wat je kan bijdragen aan een schoner milieu, dat is meegenomen. Dat vind ik heel onprettig, want als wij weg willen, dan doen we dat altijd met de auto. Ik vind het een geweldig idee. Ik vind dat het wel vaker moet gebeuren. En dan kunnen kinderen ook buiten lekker spelen. Dus waarom niet? Vind ik goed. En voor het klimaat is het een dagje zo in de gas, in de lucht en de troep. Is het gewoon perfect. De gemeenteraad wil geen volledige, maar een beperkte autovrije zondag, waarbij delen van Amstelveen worden afgezet. We willen Amstelveen natuurlijk wel ook op zo'n dag op een aantal plekken ook gewoon wel bereikbaar houden. Kun je zich voorstellen dat het stadshart natuurlijk wel ook gewoon moet doorfunctioneren. Daarnaast is het belangrijk natuurlijk om de hulpdiensten ook hun werk te kunnen laten doen. Dus dat betekent dat wij wel heel goed kijken waar kan het wel en waar kan het niet. Dus als men zegt van, ik zou het leuk vinden om daar in mijn wijk op een bepaalde plek aan mee te doen, daar ook een activiteit te organiseren, dan kan daar een aanvraag voor gedaan worden aan de gemeente. En dan beoordelen wij of dat kan, kijkend naar de bereikbaarheid op die plek en kijkend ook naar wat de consequenties zijn voor de hulpdiensten. Ja, je moet ergens beginnen natuurlijk. Hè? En als zij dan een deel daarvan gaan maken, kan het ook een voorbeeld zijn voor andere steden, bijvoorbeeld Haarlem, Amsterdam Centrum. Dus je moet ergens beginnen, dus dat is niet verkeerd. Dat vind ik geen goed idee, want mensen weten dan niet waar ze aan toe zijn en dan krijg je boze gezichten. Als je bijvoorbeeld een stopbord ergens neerzet, een onbegrip. Dus ik denk dat het duidelijker voor de mensen is van Amstelveen als je heel Amstelveen kiest. Levert het milieu technisch dan wel genoeg op als het een beperkt autovrije zondag wordt? Nou ja, kijk, één autoloze vrije zondag is natuurlijk onvoldoende om op die manier zeg maar, het klimaat, als het gaat om de duurzaamheid, het klimaat, de klimaatmaatregelen te stimuleren. Daar zijn andere maatregelen voor nodig. Wij willen heel graag natuurlijk ook de andere mobiliteit stimuleren. Dus dat Amstelveeners ook nadenken over ook het gebruik van de fiets, het gebruik van het openbaar vervoer. Zorgen dat je daar ook een goede mix in maakt. Amstelveen kent ook wel een beetje zijn grenzen als het gaat om het autogebruik. Als het één zondag per jaar is, geen punt. Dat prima.